Zijn narcisten verslaafden? Narcisten zijn verslaafden. Welkom op nog een korte video van narcisme.blog. Narcisten zijn er verslaafd aan om significant of belangrijk te zijn. Ze zijn verslaafd aan aandacht. Ze zijn verslaafd aan het voortdurend worden gevalideerd en erkend. Narcisten leven voor narcistische levering. Dat is hun medicijn. Denk aan een verslaafde die alles zal doen om hun medicijn te krijgen, zelfs als het de mensen om hen heen pijn doet. Narcisten zijn niet anders. Wat erger is, is dat narcisten niet beter willen worden. Ze denken niet dat er iets mis is met de manier waarop ze in de wereld functioneren. Hun pathologie en de behoefte om de beste te zijn, zullen hen niet toestaan om zichzelf als iets anders te zien dan het valse zelf, dat perfect of verbazingwekkend is. Ze willen gewoon doorgaan met het krijgen van hun voorraad. Koste wat het kost, ongeacht wie het pijn doet. Of het nu vriend, familie, vreemdeling is en helaas, zelfs als het hun eigen kinderen zijn. Je dient jezelf te versterken en je innerlijk trauma te herstellen wil je een bloeiend leven gaan leiden. Dat kan met de werken volgens het innerlijk proces. Deze videoreeks vind je als je op narcisme.blog de zoekfunctie gebruikt. Hoe sneller je werkt aan je herstel, hoe beter. Liefs Annemie Persin de Klerk. Professionele bachelor in de orthopedagogie. Geef deze video een duim en onderschrijf ons videokanaal alsjeblieft. Dankjewel.